Ja, ik zat hier net gewoon doorheen te praten, maar dat komt er helemaal niet. Excuus daarvoor. Um, we, gaan door op de uh, we gaan door op de blootgelegde strijd: om de waarheid tussen Rusland en het Westen. Waarbij de vraag wie er aan de goede kant van de geschiedenis staat... een kwestie lijkt te zijn van perspectief. De strijd die Poetin beschrijft tegen nazificatie in Oekraïne, een thema dat volgens hem in het Westen niet voldoende, wordt erkend. Hitler's been dead for 80 years, Nazi Germany no longer exists. En so true. En zo. So... I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism, but how? How do you do that? Listen to me. Your question is very subtle, and I can tell you what I think. Do not take offense. Of course. This question appears to be subtle. It is quite pesky. You say Hitler has been dead for so many years, 80 years. But his example lives on. People who exterminated Jews, Russians, and Poles are alive. And the president, the current president of today's Ukraine, applauds him in the Canadian parliament gives a standing ovation. Can we say that we have completely uprooted this ideology if what we see is happening today? That is what denazification is in our understanding. We have to get rid of those people who maintain this concept and support this practice and try to preserve it. That is what denazification is. Ja, We gaan met jou een psychologische analyse maken van de man Poetin op dit thema. Laten we eens beginnen met hoe die eruit ziet, hoe die, wanneer hij het hierover heeft. Het gewoon ja, dit, dit is voor mij het moment waarop je zijn menselijke kant ziet. En dat refereert natuurlijk ook waar, uh, aan waar App het over had. 25 tot 30 miljoen burgers slash militairen zijn in de Tweede Wereldoorlog... aan Sovjetzijde om het leven gekomen. En dat is een diepe wond. En uh, ja, die ongelukkige toestand in het Canadese parlement... dat strooit natuurlijk bakken met zout in die wond. En... Uh, Kijk, je moet weten, elk, elk individu, elke gemeenschap, elk land, elke natie heeft zijn eigen geschiedenis. En heeft ook zijn projectiepunt waarop waarde maar ook pijn op geprojecteerd kan worden. Mm. Wij hebben het maar steeds over Poetin die dan weer met zijn stokpaardje het nazisme komt. Maar wij moeten eens leren begrijpen dat zij een ander perspectief hebben op hun geschiedenis dan wij. Wij kijken er vanuit het westen naar. ja, Holocaust natuurlijk. Ja, ja 600, dus... dus, dus je moet weten hoe de psyche van de mens werkt als we dat eens wat beter zouden doorhebben. Dan zouden we ook wat meer begrip kunnen opbrengen voor elkaars stokpaardjes. Eh, eigenlijk een ongelukkig woord, want het is natuurlijk tragisch waar, waar die pijn op geprojecteerd zit. Maar dit was duidelijk in, in het interview ja. voor hem een pijnpunt. Je ziet hem echt naar voren komen. Ja, het is ook iets waar iedereen zich zal kunnen herkennen op het moment dat wij weten... dat er nazi's rondlopen in, in Rotterdam, uh, bij wijze van spreken. Dan, dan gaan we daar ook iets tegen doen. Maar de vraag is, legitimeert dat om bommen te gooien op Oost-Ukraine? Omdat... Uit te hoeien of omdat... Nee, Maar de, 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 te... op heeft het al uitvoerig uitgelegd. Het probleem is veel complexer. En, um, en dat maar gaat dat over... Hoe mensen het zullen zien, natuurlijk. Sorry. Dat is wel hoe mensen het zullen zien. Van, ja, ja maar, maar daar ligt een taak op, voor de journalis journalistiek. Uh, naast mij staan twee, journalis twee journalisten die dat uh, met. Uh, het overtuiging doen op, op tal van platforms. En helaas nog niet uh, uh, zien we dat vaak terug in de mainstream media. Maar het, het, het gaat erom dat we dat we leren begrijpen dat onze waarheid gecreëerd is op het beeld van de waarheid die we overherfd hebben. Generaties lang, nou, generaties lang is het bolsjewisme of de Russen het gevaar. En het Westen zijn de verdedigers van het vrije woord en, en, de, en de nobele waarden. Maar dat is al lang niet meer het geval. En op het moment dat we eens leren kijken naar onszelf... en naar onze eigen blinde vlekken in onze perceptie... op wat waarheid is en wat niet, dan komen we een stukje verder. Maar dat, 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 is, dat blijkt heel moeilijk. Ik, ik las net een analyse van een hoogleraar aan de Universiteit van Groningen... een hoogleraar in de politieke geschiedenis van Rusland. En die zegt, nou, ik heb dat interview bekeken... En ja, het is toch overduidelijk, die Poetin staat niet open voor een discussie. Nou, als iets vaak terugkwam in dat interview, dan was het wel dat hij zei... ik wil praten, de deur ja, staat open. Ja, ja. En dan zie je hoe moeilijk het is voor de menselijke geest... om, om een overtuiging, geïnternaliseerde waarheid, om die los te laten... en om een ander perspectief in te nemen. Ja. Dat, nou, dat deed hij nu dus ook met, met Carlsen. Wat ook naar voren kwam in het interview, nu je daarover begint... is dat hij met Biden dus nul contact had. Heeft gehad. Ja, er is ook nul toenadering gezocht vanuit Biden naar nou, Rusland. Uh, komt niet echt naar voren hoe dat andersom is, maar er is alleen contact geweest uh, voorafgaand <laughs> aan de oorlog tussen Poetin en Biden. Hoe kijk je daar naar? Ja, dat zegt naar mijn idee ook iets over het gebrek aan wilskracht aan, aan westerse kant of aan, aan, aan de kant van de Verenigde Staten. En zeker ook uh, zegt het genoeg over de volgzaamheid, het blinde volgzaamheid van de Europese Unie in dit geval. Um, ik blijf bij het feit dat hij uh, uitvoerig uitnodigend is geweest, ook vandaag. En dat zal tegen het zere been zijn van, uh, van, de, van, de, van het Westen, omdat hij natuurlijk de publieke opinie uh, uh, anders wil bespelen dan dat uh, uh, op Poetin nu de kans heeft gekregen. Ik hoop alleen dat het inderdaad ook iets gaat doen met ja, het perspectief van, uh, ja. van, van de nieuwsconsumenten. Nou, de contacten met Zelensky is oneindig, Ab. Ja, kijk. Kijk, er is één aspect wat heel vaak vergeten wordt, en dat voel je hier ook op het moment dat je kijkt naar de persoon Poetin. Dat is wat emotioneel het verraad is van Oekraïne. Hij maakt duidelijk, Oekraïne is een broedervolk. We hebben duizend jaar in hetzelfde land gewoond. Daar hebben we een enorme aanloop van. En vervolgens, wat doet Oekraïne? Die gaat lopen heulen met hun vijanden. Ja, die speelt iedereen, he, de, de, het Westen speelt Oekraïne zelf uit elkaar en Oekraïne loopt over. En dan, ga, dan is het nog erger, ze maakt de historische fascistische vijand van de Sovjet-Russische geest tot haar held. Die pijn zie je, die woede van Poetin, die staat voor de woede van heel veel Russen. Dat is ook begrijpelijk. Je moet je ook voorstellen: Poetin is geboren in 1952 in Leningrad. Leningrad is in 1942 ja, omsingeld door de Duitsers. zijn er miljoen doden gevallen. Die stad hij is geboren in de erfenis van de vernietiging door de nazi's. Dat moet je echt begrijpen. En hetzelfde geldt voor Stalingrad, waar, hè, waar ook honderdduizenden Sovjets en ook Duitse soldaten zijn om, omgekomen. Dat zit heel diep. En wat doet Oekraïne dan? Die pleegt verraad. En niet alleen verraad met het Westen... maar ook verraad met haar eigen nazi's. Dat is de pijn. Dat is wat jou als psycholoog dacht over te zeggen. Joegoslaafje, ik ben ook in Kroatië geweest. We hadden op een gegeven moment een Amerikaanse jongen uh, bij ons. Die was Kroatisch van origine. We stonden aan de frontlinie op een gegeven moment. En toen zag hij een, een Servische soldaat... Nou, hij ging helemaal naar het lint. Het chat, chatnik, chat. Hij kwam bijna in paniek. En, en, ik denk, doe even normaal. Die zit gewoon op zijn stoel een cola te drinken. <laughs> maar, wat zijn dat voor processen? Hè? Zo, zo diep gaat, dus die, die, die haat uit het verleden viel me ook op. Als ik naar de tv keek, of in Kroatië was... of in Servië, in België, de over die tijd op motelkamer. Het ene en het andere tv-programma over een of andere slag... het merenveld van 1389 kwam voorbij. <laughs> en dan, maar ik realiseerde me daardoor wel van... hé, hey, maar wacht even, dit soort narratieven... van al die veldslagen, al die veldheer. Allemaal om die nationale trots van die Serviërs... Hè, of, of dan bij de kwaad van die Oesterzee, te versterken. Dus ik heb die processen toen echt van heel erg nabij ook meegemaakt. En dan zie je hoe snel die spiral sterker is of heet of haat gaat. En ik maak ja. me ernstig er zorgen... want nogmaals, datzelfde artikeltje in de, in de andere krant van vandaag... Dat we nu aan een oorlogseconomie moeten bouwen. Dat er een aantal, uh, Gijs Tuinman van de BBB, Dirk Boswijk van het CDA, ken die mensen ook gewoon auto benen. Die lopen gewoon op te roepen dat we dat we moeten gaan, voedsel moeten gaan stashen, dat we moeten voorbereiden op, uh, op een inval van de Russen. Het... Bro, ik zie diezelfde patronen eigenlijk terug. Dus Verklaart dat ook de tunnelvisie als als van jouw collega's? Ja, de tunnelvisie ja, het boek van, dat is de titel. Van ah, dat is het gevaar van groepsdenken. Dat zie je bij alle grote crisissen. We hebben dat bij corona gezien natuurlijk. Op het moment dat, dat er een waarheid wordt geponeerd, is er altijd een tegenkracht. En die heb je nodig. Die tegenkracht biedt een ander licht op de zaak. Daarom hebben we rechtspraak, daarom hebben we een democratie. Maar daar waar crisis heerst, heb je de slechte trek van leiders om het voortouw te nemen en elk conflicterend geluid weg te duwen. En dat is dus gevaarlijk. En dan krijg je groepsdenken met tunnelvisie, waar je boek over gaat. En in die fase zitten we nu weer. En uh, het, het is daarom zo noodzakelijk dat de mainstream media... en mm -hmm. deze nieuwe media zich blijven uitspreken tegen dat gevaar. Ja, en wat is dan het effect van zo'n uh, interview met Tucker... wat dan wel de mainstream heeft gehaald vandaag? Hoe wordt dat belicht, volgens jullie, om iets aan die tunnelvisie te doen? Niet. Het wordt heel, ja, niet of nauwelijks. Het wordt heel vreemd, wellicht. Omstreden ja. tukker. propagandistisch interview. Vooral niet kijken. Dat is een beetje de toon. Het het dan draagt je... dit nou, bij ja, aan een maar... oplossing in de I goede richting. I I I iets iets wat mij, Ik heb even gekeken wat de mainstream media zegt. Het valt in tegen. Wat de NOS zegt en wat de Volkskrant zegt. En ook een aantal in de Verenigde Staten. De Telegraaf, ja. Dat was in onze tijd toch de foute krant. Ja, die geeft wel een redelijk verslag, moet ik je zeggen. Die komt met een, met een, met een artikel, uh, 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 waarin een aantal dingen worden gezegd, compleet met citaten die meneer Poetin dan ook uh, gezegd heeft. Dus die, die gaat, die wil in ieder geval iets horen van de argumentatie. En nogmaals, de dag dat we in debat gaan, de dag dat we gaan luisteren, de dag dat we gaan begrijpen dat er ook een tegengeluid is en een tegenargumentatie, stopt de oorlog. Hebben nog een fragment klaarstaan? Poetin sprak namelijk ook over het effect dat sancties zouden hebben op Rusland en dat vooral de VS daar last van heeft. You know, to use the dollar as a tool of foreign policy struggle is one of the biggest strategic mistakes made by the U.S. political leadership. The dollar is the cornerstone of the United States power. it was decision of the united states to restrict our transactions in u.s. dollars. i think it is complete foolishness from the point of view of the interests of the united states itself and its taxpayers, as it damages the u.s. economy, undermines the power of the united states across the world. by the way, our transactions in yuan accounted for about 3%. Today, 34% of our transactions are made in rubles and about as much, a little over 34% in yuan. Why did the United States do this? My only guess is self conceit. They probably thought it would lead to full collapse, but nothing collapsed. Moreover, other countries, including oil producers, are thinking of and already accepting payments for oil in yuan. Do you even realize what is going on or not? Does anyone in the United States realize this? What are you doing? You are cutting yourself off. All experts say this. Ask any intelligent and thinking person in the United States what the dollar means for the US. You are killing it with your own hands. Yeah. Hij kijkt erbij en lacht ernaar. Ja, er zit wel een beetje sarcasme in deze boodschap. Hij heeft het natuurlijk over de taalende hege hegemonie hè, van, uh, van het Westen. Eh, doordat uiteindelijk uh, de Verenigde Staten zich in de eigen vingers snijdt. Doordat die sancties uiteindelijk tegenwerken. Um, dus ja, uh, hij, hij, hij voorspelt ook de teloorgang van de dollar. Nou, dat is natuurlijk al langer in gang gezet. Ja, hier, hier kon hij slecht een, een glimlach onderdrukken. Dat viel mij ook wel op. Ja. Hij heeft niet helemaal ongelijk natuurlijk. Nee. Als je het hebt over desinformatie, is dit niet desinformatie dat Rusland aan het sanctioneren zijn, terwijl hij het prima vindt? Nou, het gaat mij te ver om te zeggen dat hij het prima vindt. Hij, ze hebben zich heel duidelijk voorbereid op die sancties. Mensen denken, uh, meneer Poetin is op een kwaaie dag binnengevallen, maar alles is overdag, jarenlang voorbereid, alles in, en ze wisten dat die sancties zouden kunnen komen. En uh, ze hebben zich daartegen verdedigd. Ze wisten wat ze moesten doen. Ze wisten dat ze aan, aan China, India en Turkije zouden gaan leveren hun olie en hun gas. En uh, ja, de sancties tegen de Russische Federatie zijn in ons eigen gezicht ja. ontploft. We hebben hier ook achter de tafel gestaan met, met, met de collega's hier van Blackbox, waar ook die analyse worden gemaakt. Over de opkomst van de BRICS-landen. Kissinger heeft ooit nog zo vaak gewaarschuwd: voorkom dat China en Rusland ooit in elkaars handen worden gedreven. Nou, die zijn in elkaars handen gedreven. Veel meer nog. Heel India doet mee, dat doen geloof ik veertig landen. Interessant, mee. hè? Hij noemde China ja, ook een, een, een goede buur, altijd over uh, dat, uh, dat China, uh, daar voelt hij geen agressie. En hij, hij, hij suggereert natuurlijk, ja, bij de VS is, is het niks anders dan agressie, dat imperialisme, dat houdt maar niet op. Dat was ook een scherpe tegenstelling. Filip uh, die... inmiddels, uh, hoor ik net, meer dan 135 miljoen ja. keer bekeken op Twitter. Een groot deel Amerikanen dan ook, neem ik aan. Uh, hoe kijken die daar dan naar als, we, als, je, als, we, als je hem ziet praten over die sancties die niks uithalen? Die hem, oh, maar, uh, Amerikanen uh, eigenlijk. Dat, dat kan gaan... ik je wel zeggen. Ik heb uh, nogal wat uh, die collega's in de hele wereld uh, wonen. Dat ik af en toe ook nog wel eens wat Zoom contact mee heb en zo. Uh, het Westen leeft echt een hele kleine, nare uh, mal van, van, van kijken. De hele wereld kijkt eigenlijk zo, zoals Poetin het nu zegt. Of de hele wereld. Het, het merendeel, het levendeel van de landen... mensen kijken er op, op de manier zoals Poetin nu uh, het Westen heeft beschreven. Alleen wij hier in dit rare, hoegenaamde Vrije Westen... waar Snowden uh, in Moskou zit en Assange in een isoleercel sterft in Engeland... denken dat... Ja, wat denken wij hier? We denken hier niks meer. Ja. Putin also spoke about the and the of Ukraine and the West. Listen, you have said that the world is breaking into two hemispheres. A human brain is divided into two hemispheres. One is responsible for one type of activities, the other one is more about creativity and so on. But it is still one and the same head. The world should be a single whole. Security should be shared rather than a meant for the golden billion. That is the only scenario where the world could be stable, sustainable, and predictable. Until then, while the head is split in two parts, it is an illness, a serious adverse condition. It is a period of severe disease that the world is going through now. You know, this probably sounds strange given the current situation. But the relations between the two peoples will be rebuilt anyway. It will take a lot of time, but they will heal. Because it brings together not only the territory, it brings together our souls. No one will be able to separate the soul. yeah yeah as you dit afzet tegen ook de woorden van. Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar. Vrede en heling. Um, dus als je deze mensen aan een tafel zou zetten, dan zou je er toch uit moeten kunnen komen. Ja, dit zijn legendarische woorden. En wat heel mooi is, hij maakt hier heel slim uh, gebruik van het psychologisch principe. Dat noemen we het primacy and recency effect. Hij weet dat hij op zijn minst een uur of twee aan het woord zou zijn. Daar is hij uh, over ingelicht. En zijn adviseurs hebben gezegd: maak een sterk steekpunt in je definitie van de oorzaak van het probleem. En sluit af met hoop. Dat tussenstuk dat blijf, dat blijft kissenbissen met het Westen. Daar moet je, je winst niet halen. En dat is een maximaal geluk, naar mijn idee, met het stuk Geschiedenis. Een fantastisch college. En er zal misschien hier en daar iets aan haperen, maar men was al onder de indruk van dat betoog. Maar met name zijn perspectieven, zijn woorden van hoop. Ja die raken de wereld. En dat is heel sterk geweest als het gaat over, over de strategie die hij heeft gekozen voor dit interview. Ja, Hij spreekt om meer geruststellende woorden. Hij zegt namelijk, zolang Polen ons niet aanvalt, zullen wij Polen niet aanvallen en nog een aantal andere la uh, ja, maar landen. We zetten dit dus af tegen Westerse Leiders. Met hun warm man. Natuurlijk, ja, maar we moeten het ja, ook en afzetten en tegen. Punten, onze oorlog en een. Maar nou ja, we moeten het ook afzetten tegen wat is nou straks het woord van Poetin waard? Hoe gaan we daarop terug? Kijk, naar alles wat we nu... Ik hoop, ik hoop dat dit interview toch een hoop mensen uh, doet realiseren... dat we het gewoon serieus moeten nemen. Ik bedoel, uh, ik, heb echt, ik, heb niet, uh, ik heb eigenlijk maar geen onzin gehoord... in dit interview, voor zover ik terug kan. Er is al heus wel propaganda in zitten uh, Ja, dat is de vraag. Hebben we hier een interview gezien... die in een woord, zou... met het doel en de strategie van Poetin? Of hebben jullie hier een interview gezien waarbij Poetin zo hard kon luchten... eindelijk een eindelijke keer voor de Amerikaanse media en de Westerse media nee, zijn visie? Het is heel duidelijk een interview. Hij heeft twee uur de kans gekregen om een enorm verhaal te vertellen historisch... En Politiek. En daar is hij natuurlijk in tegen in. Daarin voert hij ook zijn propagandastrijd, maar hij is daar denk ik in in. En hij sluit af met we zijn verdeeld, maar we zouden samen moeten komen. En dat betekent dat we dat de, de, de wonden geheeld moeten worden en wij samen een wereld moeten worden. Dat is wat, wat hij zegt. Ja. Maar dat is toch wel gek dat we hier geen vredesdemonstratie nee. hebben. Nee, ja, die zijn er wel, maar die zijn er heel minimaal. Het oh. Westen zit in een hele rare. R Rare slotwoord is aan jou wat ja, wat, hij ook nog, wat hij ook nog zegt, eigenlijk niet in de letterlijke woorden, maar waar hij op doelt is dat de waarheid of het concept van waarheidsidee of het, het op, op zoek zijn naar uh, ons allen gelijk, dat is cultuur, historisch variabel. Dat zat in zijn betoog, maar dat zei hij verderop in het interview ook een paar keer van. We moeten inzien dat de wereld zich voortdurend verandert en vernieuwt en daar moeten we mee leren omgaan. Ook de oude machthebbers op het wereldtoneel. En dat vond ik eigenlijk ook wel ja, heel indrukwekkend hoe hij dat samenvat.